Oké, goedemiddag beste Blik op Nationaal kijkers. Het is weer zaterdag. Zaterdag, even kijken, 8, 9, 10, 11, 12 september als ik het goed heb. Nou, waar zijn we nu weer beland? We zijn beland in een land dat zucht onder een regime. Waar de mensen onderdrukt worden, waar een dictator aan de gang is. Waar de crisis enorme hoogtes heeft bereikt. Nou ja, gewoon een land waar je niet wil wezen natuurlijk. Moet je kijken hoe deze mensen lijden. IJs moeten ze eten. Glimlachen. Heerlijk flaneren. Nee, het is hier echt lijden voor deze mensen. Ja, hier is maar één woord voor. Dit is geen regering die hier aan de macht is. Hier is een regime wat de scepter zwaait. En waar de mensen duidelijk lijden, dat zie je. Onder zo'n dictator is het natuurlijk vreselijk leven. Dit is een land, daar wil je niet naartoe. Nee, we lijden hier allemaal en ik ga dadelijk weer terug naar Nederland. En ben ik gelukkig weer in een rijk en democratisch land, want het is hier echt afzien, mensen. Het is, het is echt, echt ontzettend zwaar, toch? Ja, het is wat. Is het niet je? Nee, dolgo nie budu. Tolko chut-chut. Как вам Россия? Недели? Я живу же здесь. I live here. And how is it to live here? In the West we think you're suffering here. I understand English, but speak slowly. На Западе мы думаем, что вы очень страдаете тут от режима Путина. Вы страдаете? Поэтому, because we ask you, да? Ja, я хочу вам спросить, как вы относитесь? Как Россия? Отлично. Спасибо. Всего хорошего. Ну, что сказать, на Западе. С какой страны? Я из Голландии. Там на СМИ говорят, что здесь очень плохо. Что люди очень страдают от режима. Вот для Голландии я скажу, что все хорошо. А для другой какой-нибудь страны я бы сказала что-то другое. И что вы сказали бы тогда? Нет, но мы же с Голландии, значит, для Голландии все хорошо. Спасибо большое. Nou ja, het is, dit moet dan de uitzondering zijn. Deze dame die. Что не честно? Вы что-то добавляете там еще? Нет, я делю мои комментарии, да. Ну, все там другое. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Я вам потом расскажу. Я могу увидеть. Потом я вам говорю. Да. Когда? Через пару дней. Секундочку. Название? Блик об Нос-журнал. Блик об Нос-журнал. Я вам дам карточку. Да. Секундочку. Dus ja, nou ja, dit moet de uitzondering zijn. Dit was uiteraard niet gepland, zoals we het meestal niet plannen. Dit was gewoon, nou ja, dus de uitzondering. De rest, ja, jullie zien het, er wordt geleden. Het is, dit kind ook. Je ziet het, ze lijdt onder Poetin. Deze mensen ook. Ja, het is, ik heb het dus eigenlijk al verklapt waar we zijn. We zijn in Rusland. En in Sint-Petersburg, natuurlijk ook deze kerk is natuurlijk een monster van een kerk. Je ziet het regime ervan afdruipen. Nee, er wordt echt geleden en zoals de Nederlandse journalisten ook zeggen, het is niet leuk meer in Rusland. Het is, vroeger was het leuk. Toen Poetin nog min of meer leek te doen wat het Westen deed. Maar nu hij zijn eigen koers vaart, zie je dat het gewoon absoluut niet meer leuk is. Er wordt geleden, er wordt gestreden. De politie staat op elke straathoek, alles wordt gecontroleerd. Je kunt helemaal niks meer zeggen. Je kunt niet meer lachen. Het is één grote lijdensweg. Toeristen komen niet meer. Uit India komen ze niet meer.
Chinezen, duizenden, nee hoor, ze komen niet meer. De enige, ja, die nog komen, dat is de Nederlander Blik op Nationaal. En voor de rest is het afzien. Privet, had die Maliki wel brood mooi gebied? Nee, nou ja. Nou, we gaan nog één iemand vragen. Die duidelijk aan het lijden is. Wie gaan we daarvoor uitzoeken? En dan stoppen we de reportage. Privet, Privet, straatje, had die Maliki wel brood? Мне будет проще остановить. Давайте так вот. Да, я приду. Эвкайка. Дейзе мефрау, ди из дайлик ан эт лайде. Женщина, могу я вам спросить один маленький вопрос? Как вам Россия? А у меня тоже не получается. Да, вы... Als ze gaat me helpen. Kijk, dat is nou weer Rusland. Hè? Of je wordt gewoon compleet genegeerd. Of je wordt bij wijze figuurlijk of letterlijk bij de hand genomen. En... Ze gaan me helpen. Oh, sorry. Nee, het is allemaal vreselijk. Het is hier één doffe ellende. Nou, we gaan het nog één keer vragen. Deuska, здравствуйте. Один маленький вопрос. Я телевидение из Голландии. Как вам Россия? Прекрасно. Это самая лучшая страна. Да, и на английском. What about Russia? It's very best run. Best country. Best country. Thank you very much. Bye. Nou ja, dit was natuurlijk dan die twee uitzonderingen, sorry. Maar de rest mensen, die lijden echt enorm. Kijk, deze dame die lijdt ook enorm. Ja, die man die gaat onder het juk. Ik denk dat Poetin achter hem aan loopt, want hij loopt zo snel. Nee. Nou ja, we sluiten het hier af. Kort voor deze keer. Ik heb weinig tijd gehad om meer dingen te doen. Maar neem jullie van me aan, die twee dames die we net gesproken hebben, dat zijn echt uitzonderingen. Het is hier niet uit te houden. Ze liegen ook, die mensen. Want je ziet het zelf, er wordt geleden. Het is gewoon vreselijk. Dus vanuit Sint-Petersburg sluiten we hier af. En tot de volgende keer.